Oh, de moment, jongens. Dit is het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Ik ga hem eindelijk kopen. Het is eindelijk zover. Holy shit. Nee. Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom weer een gloednieuwe GTA 5 huurmoordenaar episode. Vandaag ben ik dus op de PC om een huurmoordenaar episode op te nemen. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier vandaag met Ido en Mike. Yo boys! Yo! Yo! En vandaag gaan wij dus weer huurmoordenaar opnemen. Ik heb er echt super veel zin in. Ik heb het ook al heel erg lang niet meer gedaan. Dus als jullie dat zouden willen belonen met minimaal 750 duimpjes omhoog, dat zou ik dat heel erg tof vinden. En dan gaan we dat zeer zeker weer vaker doen. Laten we in ieder geval opstaan. We zaten hier eventjes de plannen te bespreken. We hebben een aantal pinnetjes neergezet in het mampie. Waar wij van plan zijn om mensen te gaan vermoorden vandaag. Want voor de mensen die nog geen idee hebben wat huurmoordenaar precies inhoudt, het is heel simpel. Wij joinen een GTA 5 online sessie. We pakken wapens en we gaan iedereen die we zien vermoorden. Behalve de Royalistic Army leden uiteraard. Dus ben je nog niet lid van de Royalistic Army crew op GTA 5? Ik heb er namelijk 2. Linkje staat in de beschrijving. Check dat zeker even uit. En dan ga ik eerst eventjes bij Meta. Even snacks halen, want als je gehit wordt door wapens, dan krijg je natuurlijk veel damage. Yeah. En om je dan weer te recoveren als het ware, moet je body armor aandoen en je moet gaan snacken. En bij meta kan ik gratis snacks halen, dat is wel een snoepert. En over wapens gesproken, jongens, ik ben eindelijk level 120. En dat betekent maar één ding. Iets waar heel veel trouwe kijkers van mijn kanaal al heel lang op aan het wachten zijn met huurmoordenaar episodes. En dat is dat je bij level 20... of 120, eindelijk een minigun kan kopen. Dus jongens, het is zover. We gaan er vandoor. Oh, wacht, we moeten even naar meta toe. Godsamme, nu ga ik al naar beneden. Ik wil dat minuutje wegklikken. En toen denk ik exit via voet of zo, weet ik veel. Ik ga in ieder geval weer naar boven, want ik wil een insurgent hebben. Ik ga niet staan met lege handen. Nou, trouwens, weet je wat ik ook kan doen? Ik kan hier nu ook gewoon die insurgent bellen. Via, weet ik voor wie, via Bout. Bout mag even mijn insurgent hier komen brengen. Laten we dat gewoon zo doen, weet je? Fuck jou, meta! Oh, wacht, hij staat daar! Dat is waar ook! Ik ben natuurlijk met de insurgent naar het kantoor gegaan. Oh ja. Nou goed, hier is de insurgent, jongens. Stap in. Get in the car. We zijn met de lift, alleen hij liep eventjes vast. Hey, Michelle, we gaan eens gelijk even kijken of dat een Royalistic Army lid is. Zo niet, dan is hij dood. Het is een Royalistic Army lid, ja. Ja, kijk, Ido zit dus in Royalistic Army 2 en daardoor kan hij zien... of het een Royalistic Army lid is. Ik kan dat namelijk niet zien. Aangezien ik wel van beide lid ben uiteraard. Maar je ziet alleen mensen op de map die bij jouw crew hoorden. Van de crews die jij als active hebt ingesteld. Beetje jammer. Maar goed, het is niet anders. Alright, wij gaan er in ieder geval van door. Oh shit, gaat hij nou serieus op ons schieten? Ja, omdat hij niet in mocht stappen. Oké, ja dat kan ook gewoon niet. Omdat we een eigen associate hebben. Maar jongens, ik ga nu iets heel moois doen. De minigun kopen! Yes, buddy! Ik ben heel erg benieuwd hoeveel die kogels kost en hoeveel überhaupt het wapen kost. Ik heb werkelijk maar geen idee. In ieder geval, jongens, zorg ervoor dat je body armor hebt, want dat ga je nodig hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En, ja, als jullie ook nog wapens moeten hebben, ik bedoel, we zijn er toch. De minigun. Oh, de moment, jongens! Dit is het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Ik ga hem eindelijk kopen, het is eindelijk zover. Holy shit. Echt, holy shit. Minigun, 50.000. Boom. Gekocht. Hoeveel rounds? Nou, we gaan hem helemaal vol pompen met kogels. Hoeveel kogels kunnen er wel niet in? Nou, ik blijf net zo lang klikken tot hij helemaal vol zit. Ja, iets van 9.000 nog wat is of zo. Ja, la 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 la. Oh jeetje, oh 9999 kogels heb ik in mijn minigun. En uiteraard, het zou mijn minigun niet zijn als ik er niet een mooi tintje overheen gooi. Dus het kost weliswaar 10.000, I don't care. Dus dan ga ik kiezen of een platinum, dus dan is het soort van chroom, of goud, of roze. Nou, roze, dat gaat me dan weer een beetje te ver, dan ben je lijkt het net een paintballgeweer, dan nemen mensen je echt niet serieus. Dus dan neem ik denk ik die chroom, die ziet er echt vet uit. Nou, het is platinum, maar het lijkt heel erg op chroom, oké? Dus ik ga platinum pakken. There you go. Ja, kijk, als je een minigun koopt, moet je gelijk goed doen, hè, jongens. En dan gaan we hem ook gelijk even testen. Wat dacht je daarvan? Alright, we lopen naar buiten. Dan moet ik eerst eens even kijken. Ja, hier is die. Oh, holy shit. Yo, check, Mike. Hoppa. Oh my God, apparaat, en het mooiste is, ik ben gewoon legit. Gewoon zonder hack, zonder iets, zonder troep, zonder meuk. Ik ben gewoon legit level 120 geworden. Legit. En daar ben ik zo blij mee. Ik zweer het je, ik ben er zo blij mee.
Heel veel mensen die doen het met hacks en weet ik voor allemaal wat. Nee, ik niet. Ja. Ik ben gewoon net begonnen met GTA. Inmiddels alweer 4 jaar geleden of zo. Wanneer kwam het spel uit? Letterlijk toen het spel uitkwam, toen begon ik met GTA. 2013. En nu een heel aantal jaar verder dan eindelijk level 120. Dus ja, heel erg cool. Ik ben heel erg blij mee. En we gaan hem zeer zeker ook testen. Want we gaan nu naar mensen toe. Zoals ik dus al zei, met huurmoordenaar is het de bedoeling overal doorheen rammen, doorheen beuken. En dan net zolang tot je uitkomt bij een hoopje spelers en die dan gewoon omver maaien. Dat is eigenlijk gewoon de bedoeling van huurmoordenaar. Iedereen killen die op je pad komt. En ik zie jongens dat er een winkel is waar 2 mensen aan het winkelen hier zijn. Oeh, dus laten we dat eens eventjes onderbreken. Zal ik eventjes... Wacht, ik doe mijn ding wel even. Wacht eventjes. Okay, moment. 1, 2, 3. Mop! Hij is dood. Target destroyed. Ja, ik zal die volgende wel. Maar er is nog één binnen. Wat gebeurt er? Wordt er iets opgeblazen? Oh, iemand. Zijn auto. Oh, oké, okay, mooi. Oh, er staat nog iemand binnen. Wacht. Oh, hij gaat in passive. Oh nee, ja. Nee. Ik heb hem tijdens het winkelen gekild. Oh, wat fantastisch. Mark, wat gebeurt er allemaal bij jou? Jij wordt beschoten, heb je het door? Oh, Mike, er zit iemand op onze insurgent te schieten. Ja, vanaf waar? Oh, daar. Ja, vanaf mijn kant. You're dead, bro. Hoppa, nog iemand omver gemaaid. Ja, ik heb ze nog gewaarschuwd. Ik heb ze nog gewaarschuwd. Oh, daar gaat Mike weer. Jammer, maar yes. Ik heb ze nog gewaarschuwd. Als ik een minigun krijg, dan ben je echt niet meer veilig tijdens mijn huurmoordenaar episode. Want dan maak ik je helemaal kapot. Dan schiet ik je gewoon helemaal tot mootjes. Want dat vind ik leuk. Dat vind ik gewoon leuk. Ik hou van die minigun. Ik ben nu al de grootste fan ooit ervan. Oh, wat fantastisch. Vanaf nu dus jongens, elke huurmoordenaar episode, elke Freeroam episode. Alles wat ik nog op GTA ga doen. Dat zal nog heel veel zijn uiteraard. Yeah. Voordat GTA 6 online komt. Of uitkomt. Het zal allemaal zijn met behulp van een minigun. Dat gaat het allemaal zoveel makkelijker maken met die Freeroam. Ik ben trouwens nu iemand aan het achtervolgen. Die gaat nu naar een andere kledingwinkel. Wat zijn wij erg, Ido. Wat zijn wij vreselijk. Okay, maar hierna moeten we hem wel met rust laten. Want dit is... Oh shit! Oh. Maai hem omver! Pak hem aan! Best, maar hij staat zeg maar een beetje poesje. Okay. Oh shit, je loopt wel echt super slow met die minigun. Dat is wel kut. Maar ja, dat is het enige dan ook. Het enige nadeel. Oh shit! Hoe heb je hem gekild? Ja, hoe kilde je hem? Bom. Met een sticky bom. Oh lekker. Jij spande gewoon in de buurt of zo. Nee, What? Ik stond vlakbij. Oh nee, nu pak ik jou. Ja, dat zeg ik. Ik zeg jij spande in de buurt of zo. Nee, ik stond gewoon vlakbij. Oh nee, ik zat nog in je insurgent. Oh, jij was nog alive. Oh, I want to drive. Yes, you understand the drill. Dat had ik al door. Nice. Ja, met huurmoordenaar vind ik het altijd heel erg fijn dat ik zelf kan rijden. Want dan kan ik zelf bepalen waar naartoe gaan en zo. Oh, hier komt iemand aan. Nee, die is crew 2. Goed dat je het zegt. Kijk, anders had ik hem gewoon ver gemaaid, hè. Omdat ik dus op mijn map niet kan zien dat hij bij Royalistic Army 2 hoort. Omdat ik dus Royalistic Army 1 als active crew heb ingesteld. Dus dan kan ik dat niet zien. Ido. Zet jij zo'n waypoint waar veel mensen zijn? Ik wil naar een plek waar ik mensen kan maaien. In de buurt. Hier zo. Zet ze een mooi waypointje. Daar rijden 5 mensen. Oh jee, dan gaan wij daar eens even een bezoekje brengen met deze prachtige insurgent. Hij zat inmiddels een beetje onder het stof, want ik heb al een tijdje geen huurmoorn episode gedaan. Oh kijk, dit doe ik wel altijd. Als ik onderweg iemand tegenkom, zoals deze mofo, dan zeg ik hoi en doei. Boom. Doei. Snap je? Zo moeilijk is het niet. Kijk, je zegt zeg maar eerst hoi. En dan zeg je 2 seconden later gelijk doei. Als hij aankomt rijden met zijn Kuruma. Ik vind dat de domste auto nog steeds ooit om te kopen. Want dat ding gaat gewoon stuk met 1 stickybom. Heel leuk hoor, die raampjes. Daar waar je dan amper doorheen kan schieten en zo. Heel knus en heel leuk allemaal. Maar heb je er nou echt heel veel aan? Nee, totaal niet. Want 1 stickybom is genoeg. Zullen we heel eventjes op hem wachten? Ja, en wacht. We zitten bij die gast in de buurt. Ik wil mensen maaien. Zet weer even een refresh waypoint eventjes, Ido. Kan dat? Er zijn er wel weer wat meer weg, maar hier staan er nog 3 of zo. Ja, ik zie ze op het mappie. Oké, hierna kijk. Rechts. Wacht. Daar zie ik er ook een paar, hoor. Of zie ik dat verkeerd? Nee, er zijn er ook een paar. Hier rechts. Oh, je moet naar rechts. Ja. Oh, een enemy crew. Oh, dat vind ik leuk. Een enemy organisatie. Dat vind ik altijd extra leuk om ze op te blazen en kapot te maken. Oké, Ido, wen hem maar vast aan. We hebben altijd superveel politie achter ons aan. Oké, komt hij aan. Let op. There we go.
Doei. Zit er nog eentje in het SWAT-busje, die moet ook even dood. Niet lang meer hoor. Oh, waarom gaat hij niet dood? Oké, okay, ja, we gaan in achtervolging met de SWAT-bus. Laat oh, maar. Laat maar. Hier recht. Laat maar. Ja, hier rechtdoor staan nog twee gasten. Die wil ja, ik even killen. Ik heb mijn sticky bombs ready. Wacht, wat gaan we doen? Gaan we uitstappen en niet pakken? Want die verwachten ons nu, dus dat is extra leuk. Ja, maar dat is ook extra moeilijk. Ja, oh, heel moeilijk. Opgebouwd! Hutsee! En gaan! Hoppakee, ze stonden te wachten, zag je dat? Ze stonden zo van, kom maar op, we pakken jullie wel eens even lekker aan. En toen was het zo van, nou... Nee. Nee, ik pak mijn sticky bomb en u kan gaan. Daar kwam het een beetje op neer. Oh, hij staat er stil, hij staat er stil. Dit is altijd een easy kill. Boom! Oh, hij is nog niet dood. Nou, dan ben je nu wel dood. Doei. Ja, Oh, ik heb dit zo gemist, jongens, huurmoordenaar. Hoppa, jij mag ook dood. Hatsee. Hier, we zijn één rijdende killing machine. Hey, ja, doei. Doei. Zo, ik val hier. Ja. Even kijken. Waar is mijn AP-pistol? Die is hier. Oh, shit. Oh. Hij is dood. Target destroyed. We blijven hier eventjes in gevecht met deze crew, ja, want ze willen mij heel graag paybacken. Rijden en... Hoe ben jij niet dood? Ben jij nu wel dood? Oh, bijna. Nee, Ido, pas op met die sticky mons. Oh, wat? Deken bij... Oh. Nee! Hij is gewoon serieus ontsnapt. Dat doen we niet. Edo, pas alsjeblieft op met die sticky bombs fire. Ja, als je ons opblaast, dan ben je nog niet jarig, zeg maar. Oké, aan de kant, opgebouwd. Scheidpolitie. Nee. Heerlijke insurgent dit ding, echt. Ja. Oh, er is eentje van rechts. Oh shit. Hij probeert te ontkomen. Kijk, hij heeft een auto gejat en nu denkt hij er vandoor te gaan. Maar zo... Oh nee! Sorry Mike! Ups! Oh shit, we worden nu wel echt zwaar bekogeld. Abort mission. Even kijken, zal snacks. Zal ik even een handje helpen of willen we de politie houden? Nou, als je een handje kan helpen, heel graag. Bel ze maar even van ons af, dat zou wel handig zijn. Hey, de CEO gaat er vandoor. Ze denken van, CEO naar een veilige locatie brengen. Want die gozer wordt een beetje te vaak gekild. En het mooie is, die associates die krijgen betaald, zolang hij in leven blijft. Maar ja, hij blijft nu niet bepaald in leven, zeg maar. Nee, dat dus, vind ik niet zo leuk. Ik ken het gevoel. Ja, het is vreselijk om gekild te worden. Maar ja, het is vreselijk leuk voor ons natuurlijk. Huurmoordenaar, I love it. Hey, daar heb je hem hoor. Hoppa, we gaan hem eens even tot moes beuken. Heb je daar ooit wat van gehoord? Kill hem niet. We beuken hem eventjes tot moes. Ja. Ido, kill hem niet. Ido. Wat versta jij niet, Ido? Ik probeer hem dood te knallen, maar doet niet. Wat zeg ik? Ik zeg kill hem niet. Oh. Jezus, ben jij doof of zo? Ik zeg, we beuken hem tot moes. Oké. Jezus. Nou ja, gelukkig heb ik toch een aim waar je... Ja, nou inderdaad. Jeetje, dat is nog misschien wel het allerergste. Dat jij hem oprecht probeerde te killen en het gewoon niet lukte. Maar kijk, we gaan hem eens eventjes helemaal tot moes beuken. Kijk, hij kan nu niks. Hij kan nu gewoon niks. Hey. Hij wil nu zo graag naar zijn zien. Oh shit, er zijn er twee. Komt er nog een uit. Ja, die mag je wel opblazen. Oh, ze hebben zichzelf opgeblazen. En een insurgent achter je. Oh kut. Een insurgent pick-up. Ze willen ons paybacken, Gas. Ja. Ik heb sticky bombs ready. Oké. We gaan naartoe. Mike, hoe ben jij dood? Ja, ik ben... Hoe kan dat? Huh? Ik rij over een bommetje aan, denk ik. Oh kut, ik had daar een proximity mine neergelegd. Maar die was serieus niet voor jou bedoeld. Die was bedoeld voor die gasten. Ja, die gozer met die insurgent pick-up, die probeert ze op te halen. Hij probeert nu als een gek naar ze toe te rijden. Ons vervolgens op te halen en dan wil hij er keihard vandoor met ze. Of hij wil ons killen. Ja, hij wil ons sowieso killen, maar dat gaat hem niet lukken. Kijk. Hij probeert hem op te halen. You won't! Ik gooi sticky bombs op. Oh, maar dit. Pas op. Onze insurgent is kapot. Oh, nu rijdt hij over mij heen. Oh, ik ben kapot. Wacht even.
Nou, ik heb hem in ieder geval nog een keer geraakt. Schiet op hem. Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem! Ja? Ik en heb hem, ja, ja, ik heb hem met mijn minigun. Ja, 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 dat ben ik nu aan het doen, ben ik nu aan het doen. Oh shit, een tank! Een tank! Een tank! Nee, jongens, help me! Oh, jongens, help me! Waar zijn wij in beland? Ja, nu zijn we echt fucked up als we dat ding niet snel kapot maken. Die tank is echt kut. Ja, maar hij kan ons hier niet meer zien. Oh yes, oh yes. Weet je wat ik dan ga doen? Nee. Secure Surf CEO Vehicles Buzzard. Waar is dat ding? Ja, kom, kom, kom! Nee, 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 hier, blijf jij hier, blijf jij hier, blijf jij hier, blijf jij hier, blijf hier. Wat blijf moet hier. Ik doen? Ja, je RPG's pakken. Want anders gaat hij op ons focussen. Kut, 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 hier, daar heb je hem al met zijn tank. Shit, shit, waar? Shit. Oh, hij is kapot, hij is kapot! Ik heb hem gekillt. Oh, laat me dan instappen. Dat meen je niet, heb je hem serieus gekillt, Mikey? Ja, met mijn homing launcher, ja, ja. Oh, lekker gast. Ja, 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 mooi, mooi, mooi. Oké, snel, ik ga snel mijn helikopter landen. Zou ik anders met die helikopter op pad gaan? Dan moet ik wel rennen voor de politie. Ik zag daar iemand met een homing launcher. Ik landde echt net op tijd mijn dinges. Oh, daar is die, daar is hij. Hij heeft een vrachtwagen gestolen. Dacht het niet, vriend. Dacht het niet, vriend. Oh, ik heb zoveel politie achter me. Wauw. Nee! Nee, ik was net te laat. Ik mis ten eerste twee sniperkogels. Ik weet niet hoe die misgingen. Ze staan boven op die weg. Ze staan boven op die weg. Shit, ja, shit, shit. Mechanic, mechanic. Ja, ik word nu beschoten. Ik word nu beschoten. Ze zien mij. Oh, maar ik moet snel mijn auto bellen. Oh, ze zitten. Nee, ze zitten niet recht. Shit. Ja, ik zit hier trapped, man. Ik kan hier nergens heen. Ik kan nergens heen. Wacht, 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 wacht. Oh shit, we worden weer beschoten. Oké, we doen het op een andere manier. Secure Surf, CEO, vehicles. Wat kunnen we hier allemaal bestellen? We kunnen hier letterlijk helemaal niks bestellen nu. Je moet een auto bellen, je moet een auto bellen. Want ik dacht in mijn CEO minuutje. Associate iets doen. Ja, dat. Godsam, ze komen eraan met die Surf pick-up. Ze komen eraan, ze komen eraan. De strijd wordt nu epic. De strijd wordt nu pas echt leuk. Ze komen eraan. Tenminste, ik word beschoten. Ja, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Wacht maar, wacht maar. Wacht maar. Wacht maar. Waar staat hij? 1, 2, 3. Ik heb hem 1 hit gegeven. Hij is echt bijna dood. Echt. Nee! Oké, ik weet waar ze zijn. Ik weet waar ze zijn. Ik weet waar ze zijn. Ze zitten in die pick-up en ze staan boven op de brug. Je moet niet met een homelouse schieten. Dat duurt veel te lang. Je moet ze gewoon eruit sniperen. Kijk, dat is die guy met die gun. Dat is de guy achter het stuur. En die guy achterin zit daar ergens. Waar ben jij precies? Oh, daar. Ik zie je wel. Waar zit hij? Oh, hij is dood. Hij is door de politie gekillt ofzo. What the fuck? Oh, en hier staat ook nog ergens iemand. Ik ben gesniped. Oh, naast je ergens. Ja. Ik ben gesniped. Nee, hij had nog kogels. Ik dacht dat hij moest reloaden. Hé, hey, maar dit is wel huurmoornaar, hè? Welkom, jongens. Dit is huurmoornaar. Ja. Dit is letterlijk where it's all about. Lester, tief op met je telefoontje. Hebben we niks aan momenteel. Schiet hem kapot, die bij de rotsen. Nee, laat maar. Nee, Jezus, wat doet mijn mannetje? Die loopt over een of ander obstakel of zo. Tief daardoor half op zijn mel. En nu is hij dood. Wat een idioot. Echt waar. Wat een idioot, dat mannetje van mij. Niet normaal. Oh, nu lig ik weer in het water. Jongens, ik word nu echt helemaal psychisch. Hoppa, op die rots. Heel goed. Hij staat daar namelijk. Ik zie je daar lopen, ja. Hij staat namelijk daar op die rots ergens. Ik weet dat hij hier staat. Nou, bouwt je op. Iemand. Hoe is hij niet dood? Oh, deze. Hoe is hij niet dood? Oh, hij heeft zo'n shotgun hier. Hoe is hij niet dood? Gast, waar staat hij dan? Ja, aan de achterkant, daar staat een beetje vies te doen. Ja, what the fuck? Snel op deze rots en dan vervolgens hierop klimmen. Yes, heel goed, heel goed, heel goed. Weet je hoe we dat noemen? Smerige moan. Ja, weet je hoe we dat noemen? Stik je hem op je hoofd. Let op. 1, 2, 3. Hoe ben jij niet dood? Ik moet nu even exact weten waar deze gozer is. Oh, daar is die. Oké. Daar kan ik waarschijnlijk net niet overheen gooien. Wat vreselijk kut dit. Nee, 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 ik ga weer dood. Jongens, we moeten weg hier. Pak een auto. We moeten ergens anders heen. We staan hier gewoon kut. We kunnen dat hier is niks. We staan op een rand en we kunnen hier niks. Daar komt het gewoon op neer. Hij staat daar ook klem. Hij kan ook niks doen. Dus wij moeten naar een andere plek. Ergens anders heen. Dit is helemaal kut. We staan hier op een industrieterrein. Kan je niks doen. Zo simpel is het. Echt, wat een fucking motherfucker. Insurgent pick-up. Insurgent pick-up. Staat hij hier? Rockets op zijn mel. Ik sta hier ook vlakbij.
Lekker. Rij maar in de klomp. Oh shit. Ik heb wel suicide gepleegd. Maar hij staat hier. Hij staat hier, die Search Pickup. Het gaat nu even slecht, jongens. Het gaat nu even slecht. Hoort er ook bij. Ja, hij is alweer dood, joh. Zo'n beetje. En dit nou is ja, nee. Je staat heel scheef om te schieten. Hij is echt bijna dood. Het kan niet. Ja, nu is hij kapot. Ja, nu is hij kapot. Is die guy ook al dood bij die waterrand? Ja, eindelijk zeg. Hoe lang heeft dat wel niet mogen duren? Nou, jullie mogen het weten. Ik ben in ieder geval weg hier. Laters. Oh. You. Ik ben bom, want ik word hier helemaal gek. Ja, echt jongen. Deze plek is echt vreselijk. Dit industrieterrein. Oh shit, daar staat wel nog iemand. Ik wil hem killen. Ik wil hem killen. Ik ben gesniped. Oh, ik word hier helemaal niets van. Shit, hij maait me kapot. Hij heeft een minigun. Hij heeft een minigun. Ach maar. Weer die sniper, waar staat die gozer? Weet je het zeker? Ik word hier helemaal niet van. Kom maar. Oh, en dan weer een minigun. Oh. Hoppa. Kom met me, bro. Kom met me, bro. Hoppa! Get destroyed! Piece of shit! Hoppa, ik heb hem. Ik heb hem, ik heb hem. Nu komt er weer politie. Jij moet ook opbouwen, de politie. Oké, ze staan daar verderop met snipertjes. Kom maar, waar staan jullie dan? Oh, daar is één. Oh, ik zie ze allebei staan. Ze staan allebei erboven op de rand. Allebei. Oh, ja. Allebei bovenop de rand. En jongens, kom op. Als je mee wilt doen met de humor-episodes, moet het niveau even omhoog. Even kijken, ze staan daar ergens boven. Daar. Dat is één. En dat is die twee. Heel goed, Edo. Lekker. Zo doe je dat. Er staat daar nog eentje met zijn minigun. Die wacht ik wel even op. Kom maar hier naartoe, want dan ben je dood. Doe het maar. Doe het dan. Kijk, ik zie je hoofd er bovenuit steken. Je bent zo'n loser. Pof. Doei. Die is ook dood. Dan spannen ze waarschijnlijk weer daar ergens bij het industrieterrein. Even kijken hoor. Moet je nog een licht? Nee. Ze gaan naar boven spannen. Houd in de gaten. Komt ook nog politie aan. Daar moeten we ook mee dealen. Oh, sorry Mike. Joh, maar daar hebben we niet zo opgebouwd. Oh. Bommetje erop en beam. Ja, precies. Nog een bommetje erop. Boom. Oké, kom in. We gaan er wel vandoor. Ze zijn ook weg, die andere gasten. Kom. Instappen, jee. Wacht, ik moet even trouwens kijken. Wellicht kan ik wel met mijn insurgent gewoon bellen. Wacht even. Moet ik even checken. En pas op dat ze daar boven niet spannen, hè. This is Morse Mutual Insurance. Claim all. There you go. Okay. En dan wil ik dus even mijn mechanic bellen. Blijf gaan, Edo. Echt, wat een chaos episode is dit, zeg. Niet normaal. Kom weer politieagent aan, pas op. Ja, maar ik heb in ieder geval gezicht op de Insurgent. Yes, Insurgent komt eraan, Insurgent komt eraan. Insurgent komt eraan, ik mag nu niet dood, want dan wordt hij nooit delivered. Ja, ik zie ze. Ze rennen de trap op. Nee! Oh mijn god, Roy, wat slecht! Echt, ik sta zo slecht te aimen. Ze staan daar rechtsboven. Oh, echt, ik sta zo slecht te aimen. Ja, maar die minigun. Die guy weer met zijn minigun. Ja, die maai komt ver. Zo, die is dood. Ik word nu weer vol bekogeld, jongens. Ik word echt weer vol bekogeld. Oh, ik had hem, ik zag hem. En hij zag mij helaas. Oh, ik spring in de water. Ze zijn ook weer gekild. Ze staan daar ergens waarschijnlijk. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik ga gewoon lekker mijn shirtje pakken en dan kom ze gewoon halen. Mag ik met jou mee rijden? Ja, ik word weer gescoopt. Nu span ik waarschijnlijk weer in the way of nowhere. Geen idee. Oh, valt het me mee. Hier rechts. Hoppa, je. Dood. Doei. Pak mijn sniper. Waar zijn die gasten? Daar is er een. Hoppa. Oh shit, dat is net mis. Die was raar. Ze staan daarboven, joh. Ja, dat was hem. Er staat nog eentje daar beneden. Ergens, op die trap. Nou, laten we maar gewoon voor die insurgent gaan. Ja, hij staat hier. Yep. De insurgent staat hier. Kom. Oh ja, ik zie hem. Let's go. Pas op dat we niet geknald worden onderweg. Ik zie hem daar weer boven staan. Hij loopt nu weer naar beneden. Ja, shit, man. Ik zie het. Hier, ik pak je op met pak die even, insurgent. Ja, pak even die insurgent. Holy shit, ik begin hier gewoon te rage gewoon. Ik zweer het je. Ik zit er helemaal in. Oh, Edo, stap maar weer uit. Ik sta ernaast. Ik kom er ook aan. Oh ja, maar achter ons staat hij. Zie je, stap heel erg in. Ja, stap nou uit. Pas op. Oké, let's go. Ik ga nu snel Lester bellen. Ik ga ook off the radar. En dan gaan we eens even wat leuks doen. Want zij denken dat zij slim zijn. Stap allemaal in. Ida, stap niet in. Nou, dan gaan we even vandoor. Off the radar. Okay. Stap je nou in of niet? Ja, het lukt alleen niet zo goed. Ik ga ook off the radar, want dan moeten we allemaal off the radar volgens mij. Oh ja, stap dan inderdaad maar uit. Want ik ben nu off the radar, jongens. Ja, ik stap dat nu werkt ook dan off niet. The radar. Mike? Ja, wij ook volgens mij. Nee, jij niet.
Jij moet op de radar gaan, anders weten ze dus nog waar we zijn. Kijk, ik zit op ons. Weg, joh. Nou, maakt niet uit. Nou, dan zijn we lekker niet op de radar. Gaan we ze alsnog gewoon pakken, want ik ben helemaal klaar met die gasten. We hebben ze 100% wel vaker gekild dan zij ons. Dus dat is een goed teken. Hier beneden staat die VIP-gast, die staat nu helemaal alleen. Dus die kunnen we nu easy killen. Even uitstappen. Ik ben over de radar. En dan zou die daar erg goed staan. Ja, laat hem erover staan. Oh, hij is weer weggelopen, Ja. Fuck dat, we gaan naar die andere twee gasten toe. Kom. Ik ben off the radar. Ik zit er ook weer in. Ja, nice. Gas erop! Waarom geeft een mannetje geen gas? Ga! Oh mijn god, Jezus Christus. Ik word helemaal gefrustreerd van deze episodes. Dat heb ik wel altijd, met de humor episodes. Ja, echt niet normaal. Oké, want dat doet het alles, dat doet het weer niet. En weet ik voor allemaal. Oké, we gaan hier vol gassen naartoe. Iedereen die op mij wegkomt, die beuk ik helemaal tot moes. Helaas, dan moet je maar aan de kant gaan. Even wat andere dit is een goede locatie. Deze brug. Als je hier je sniper pakt, dan hebben we alles in de gaten. Hij zou daar ergens moeten zijn. Shit. Komen bom aan. Oké, die insurgent mag echt niet kapot. Dat is één ding dat zeker is. Ben jij al dood, Ido? Volgens mij wel, hoor. Ja, ik was ook al een keertje dood gegaan, maar ik ga nu die grote snipen. Ja, oké. Nou, ik heb mijn wapen gepakt. Ik heb hem heel veel gehit. Ah, en beneden staat er ook nog eentje. Ik zie hem staan. Maar hij is zo mini. Oh, ik heb hem gewoon! Holy shit! Ja, maar hier beneden staat er ook nog een, zeg maar. Die is onze insurgent aan het bombarderen. Hoppa, die heb ik ook. Maar onze insurgent is wel bijna kapot en zo, dus dat is kut. Oh, het is niet anders. Daar gaat nu die andere goos spannen. Oh, rechts van ons ook. Hou dat in de gaten. Maar daar kunnen we net niet bij, denk ik. Nee, kunnen we net niet bij. Wacht, misschien als ik op deze rand ga staan hier ergens. Waar is die? Hij staat daar rechts. Ja, zo zou ik hem moeten kunnen zien. Hij staat er ergens beneden, denk ik dan of hij zo. Hij staat hier ergens, ja, ik weet ook niet waar. I don't know. Waar de fuck is die guy? Nou, ik weet het niet. Omhoog klimmen. Nog een keer omhoog klimmen. Here we go. En dan gaan we even daar recht naar voren kijken. Zien we nog steeds niks. Alright. Ik ga weer weg met die shirtjes, jongens. Ja, ik ga met je mee. Oké. 1, 2, 3. Instappen. Hoppa. Doorschuiven, Mike. Ja. Ja, oké. Let's go. Hier is weer zo'n guy. Die gaat er nu vol vandoor. Die gaan we niet laten ontsnappen. Schiet hem. Schiet hem kapot. Schiet zijn banden lek. Ja, dat zijn ze al. Doei. Hoe de fuck ging jij niet kapot? Nu is hij kapot. Oké, dat is één. Dat is één van het team. Ik wil nog één keer het hele team uitschakelen, jongens. Het hele team moet gewoon kapot. Aan de kant. Hoppa. Oké, we gaan die grootste motherfucker pakken. Ja, als ze niet aan de kant gaan, dan beuk ik ze wel aan de kant, hoor. Zo makkelijk ben ik wel. Oké. Hier is er één. Die zit al de hele tijd hier ons te fucken. Die gozer moeten we hebben. Kunnen we niet het hek in of zo? Oh, nee. Wat knijters irritant, zeg. Dat we hier niet in kunnen. We kunnen hier met geen mogelijkheid in, gewoon. Wat is dat weer irritant? Nou, hij staat daar ook gewoon, hè? Links. Ik hoop gewoon dat ergens... We kunnen er hierin. Politie, ik zou maar gewoon aan de kant gaan. Je gaat het toch niet winnen van ons. Oké. Kom aan. Hij staat daar. Ik zie hem staan. Oké, jongens. We parkeren hier even de auto. Hij staat hier boven of zo. Hij is op maat schieten. Help me. Ga via de andere kant dan. Kom op, jongens. Wees dan even dat even een stukje beter snugger. Hij heeft een, hoe heet het? Zo'n compact grenade launcher. Zal ik dat ook maar eens even doen? Oh, hij staat er nog ergens, ja. Waar is die, joh? Hij is hier bovenop. Kan ik hier niet doorheen schieten? Is dat serieus zo gemaakt in GTA, dat je hier niet doorheen kan schieten? Dat zou wel heel erg raar zijn, namelijk. Mij niet, man. Ik kan er gewoon doorheen schieten als het goed is. Nou, nee dus. Je kan hier gewoon letterlijk niet doorheen schieten. Wat is dat? Hoe kan dit nou, joh? Ja, nu sta ik daaronder weer vast, want dan kan je er net weer niet onderdoor lopen. Oké. Kan ik hier omhoog? Ja. Ik ga het op een andere manier doen. Zo, dan klimmen we hier eens eventjes lekker omhoog. Wauw, wel erg waardeloos dat je dat net niet... Hoppa, die is dood.
Op de VIP waarschijnlijk ergens van de andere kant. En nu komen binnenkant van de stad. Ja, vind ik goed. Laat maar komen. Waar is die guy? Ik zie hem wel. Tenminste, ik weet waar hij is, maar ik kan hem vanaf hier niet raken. Hij is dood. Echt jammer weer. Oh, hij is dood. Nice. Oh, nu staan ze weer bij de andere kant. Ja. Wat waardeloos dit zeg. Ik had er ook één gekild net. Yes, dat was raak. Nee. Waarom deed het zo weinig damage? Ik hitte hem en hij kreeg letterlijk zo een beetje damage in zijn damage balkje. Naar zeg. Wat die politie naar. Oh, daar heb je ze. Hoppa, 1, 2, 3, double kill. Doei! Later. Zo doe je dat. Die auto ook kapot. Alles gaat daar gewoon kapot. Heel makkelijk. Zo moeilijk is het niet. Daar links spant hier een. Die krijgt een kogel door zijn panfluit. Ik kan hier niet overheen. Oh, is hij weer echt bijna dood? Gewoon, dat meen je gewoon echt niet. Ik help je wel. Ja, shit, word ik weer gekild? Wat is... Ja, oh, ik... Ja, Ido, jouw hulp is echt fantastisch. Dankjewel. Echt, ja, echt, jouw hulp de hele episode al. Echt on point, hoor. Ja. Nou goed, ze staan er nog steeds. Hier kan je niet over het hek klimmen, want die hekken zijn zo gemaakt dat je niet overheen kan klimmen. Kijk, laten we even één keer zien. Zie je, je kan er niet overheen springen. Ik klik op X en er gebeurt niks. Dus dat is heel erg irritant. Ik ga nog één keer ze proberen uit te schakelen. En dan ben ik er wel klaar mee. Even kijken. Ja. Ze staan er volgens mij beneden ergens. Ja, ze focussen mij nu allebei. Intussen. Ze wachten tot ik mijn kopie laat zien. Maar wij lopen om, Edo. Boom. Heeft dat ze serieus niet gekild? Oké. Wow. That's weird. Ik pak alvast de voertuig. Oh mijn god, dan krijg ik een hitmarker op hem. Ik... Oké, ja, nee, echt. Wauw. Hebben we nu een deathmatch gestart? One-on-one deathmatch. Oh, oké. Ja, daar kunnen wij jou in helpen, wist je dat? Ja, nou, wel even fuck naar dat. De andere kant. Of ga je... Ik ben er wel een beetje klaar mee, to be honest. Ik ga nog één keer even kijken of die daar nou staat, ja of nee. Op de map staat dat hij daar moet zijn, maar ik zie hem nog niet. Heeft die Mike weer gesniperd? Ja. Oeh, in de auto. Ja. Nou, is die daar ergens? Nou, fuck dat, jongens. Ik ga niet hier lekker lopen wachten. Nou, één keer kijken dan. Ja, hij is daar. Nou, ik wil hem nog één keer killen. Laat je kop zien. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Nou, ik sta op de weg voor je klaar. Oh, mijn god. Ik ga je nu ophalen. Mike, instappen. Ja, ik ben er. Oh, hij is daar, maar ik zie hem gewoon amper, omdat het zo fucking donker is. Ja. Nou, ga je mee? Heb ik hem weer gehit? Auto's ik heb hem letterlijk weer gehitmarkt en hij gaat weer niet dood. Ik heb hem eindelijk. Oh, jeetje, waar gaat hij spawnen? Ah, ik zie hem. Wij gaan daar naar beneden, oké? Ja, doe maar. Nou, ik zie hem lopen. Hij gaat daar komen, jongens. Daar komt hij. Doe, kom zo meteen. Ik zit naast je, dan. Daar heb je nou. Nou, we gaan het beste proberen. Mm-hmm. Ik heb hem weer gehit. Hij is weer niet in één keer dood. Net mijn laatste schot echt net gemist. Hij zit daar tussen die twee grote, ronde gebouwen. Ja. Mm-hmm. Ja. Oh shit, dus ik heb daarmee aan het veel. Heel ziek geweest. Hij zit hier tussen, Edo. Dus die raakt, hè? Ik hoor het hitten, maar nee, het hit hem in ieder geval niet. Maar goed, beste kijkers, ik denk dat het wel een heel erg... Ik ga mezelf niet killen met een RPG, zeker niet. Ik denk dat het een leuk episodeje is geweest, humor naar episode, met heel veel spanning en sensatie. Waar ik echt af en toe wel echt eventjes boos werd om dingen die er gebeurden, maar dat hoort er nou helemaal bij. Oh shit, hij heeft nu een free kill op me. Oh mijn god, hij had een free kill op me. Maar in ieder geval... We gaan de episode afsluiten. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze humor episode. Hopelijk helemaal van genoten. Zie je alsjeblieft even die blauwe duimpjes omhoog. En abonneer mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Verder kun je me volgen op Instagram, Twitter, Snapchat en Facebook. Links kun je allemaal vinden in de beschrijving. En dan check ik jullie uiteraard weer bij de volgende video. Laters!